Het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij is maandag gestart met informatiesessies over de SAMAPS Matching Grant Facility, MGF. SAMAP staat voor Suriname Agriculture Market Access Project. Met deze infosessies wil het ministerie de ontwikkeling van de landbouwsector helpen versterken. De eerste informatiesessie is gehouden in het districtscommissariaat Wanica Zuidoost met boeren en andere geïnteresseerden uit de omgeving. Grace Del Prado, Nationaal Projectcoördinatrice, zegt dat binnen dit project de focus gelegd zal worden op groenten, fruit, wortel- en knolgewassen en producten uit het bos, namelijk niet-houtproducten. Wat hopen we met SAMAP aan het eind van het project? Wat hopen we dat SAMAP heeft betekend? Een verhoogde productie in hoeveelheid en kwaliteit. En dat er meer markt is gecreëerd voor tenminste 1000 kleine ondernemers of boeren. Waarvan minimaal 30% vrouwen binnen de groente, fruit, wortelknolgewassen en niet-houtbosproducten. Ja? En daarnaast ook versterking van de capaciteit van de voedselveiligheid en standaarden voor zowel private als overheid. U weet hoe belangrijk, het wordt steeds belangrijker wat voedselveiligheid betreft. Kijk, nu hebben we een issue met de EU. Als we constant blijven werken aan onze voedselveiligheid, hoeven we dat soort problemen niet te hebben. Dus het tweede onderdeel van SAMAP is de overheid helpen met het versterken van voedselveiligheid en standaarden. Tijdens deze infosessie heeft het ministerie de boeren ook geïnformeerd over hoe ze in aanmerking kunnen komen voor een grant. Del Prado legt verder uit dat de grant die SAMAP beschikbaar zal stellen niet uit financiële middelen zal bestaan. Ook legt ze uit wie de doelgroep van SAMAP is. In het geval van onze grant geven we geen geld, maar wel equipment, apparatuur, dingen die u nodig heeft, die u gaan helpen om uw productie te verbeteren, om uw productie te verhogen. En we gaan u straks uitleggen wat de waarde ervan kan zijn en wat het allemaal kan zijn. Onze matching grant gaat voornamelijk zijn voor kleine boeren. Ja, voor kleine boeren, maar ook voor bedrijven. En de bedoeling is om u de ondersteuning te geven om uw kwaliteit en hoeveelheid van de productie te verbeteren ten behoeve van de markt. Dus als u gewoon plant voor eigen gebruik en u heeft een geweldige productie, gaat u niet in aanmerking komen. Het is het Suriname Market Access Project, wil zeggen alles wat we doen is gericht op een bepaalde markt. Het hoeft niet speciaal export te zijn, kan ook lokale markt zijn, maar alles wat u doet, alles dus ook onze grant, is gelinkt aan ondersteuning geven, zodat mensen meer kunnen produceren, beter kunnen produceren ten behoeve van een markt. En dat was Grace Del Prado, Nationaal Projectcoördinator. Ze geeft tenslotte aan dat naast het kopen van equipment voor de geselecteerden, de SAMAP grant ook kan bestaan uit een dienst. Del Prado verduidelijkt dat de grant eenmalig is.